Hey, Eleni, kijk naar weer een nieuwe video. Mijn make-up stash had echt nodig weer een opruimbeurt nodig. Dus ik dacht, laat ik die gewoon lekker weer voor jullie filmen. Want ik weet dat jullie dat soort video's heerlijk vinden om te zien. Ik vind het zelf ook altijd echt geweldig om te kijken hoe anderen hun spullen opruimen. En ik krijg er altijd zelf ook weer zin in om alles eventjes goed op te ruimen. Dus ja, veel plezier met kijken. Ik wil van tevoren wel alvast even een disclaimer geven. Alle producten die ik wegdoe, gaan naar vriendinnen of ik geef ze weg aan een goed doel of iets dergelijks. Dus je hoeft me niet te vragen of ik je iets wil opsturen, want dat vind ik gewoon niet hygiënisch en dan kan ik wel bezig blijven met al mijn kijkers. In ieder geval heel veel plezier met kijken, doe vast een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Oké, ik zit hier naast mijn complete splash en het is echt bizar als ik dit zo verspreid zie liggen. Ik zit dus lekker in mijn onesie, ik voel me wel zo chill voor deze video. Ik heb geen idee hoe ik dit moet aanpakken. Ik dacht, normaal doe ik het per categorie, maar ik wilde eigenlijk gewoon zien voor dit schrik-effect hoeveel ik had. En ik heb echt heel erg veel. Dus ik heb ook deze doos erbij. En daar ga ik denk ik alle producten in stoppen die ik weg doe. Dus ik ga hem hierin. En nou ja, laat ik maar beginnen. Ik zie hier al een stel nepwimpers liggen die ik sowieso wil houden. Dit palet wil ik houden, deze. Ik denk overigens dat ik aan het eind van deze video alles in mijn ladekastje ga stoppen wat er nog over is. En jullie mijn favoriete producten gaan laten zien. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk zeker tot het eind van deze video. Ja, mijn MAC lipsticks hou ik natuurlijk. Daar ben ik echt gek op. En ook deze van Catrice. Het zijn er drie die ik graag wil bewaren. Volgens mij dit is niet meer in het assortiment. Het zijn Maroon, Ultimate Matte 020. Dit is From Rose With Love. En dit is de kleur Mad About Pink. Mijn NYX dingen ben ik ook echt gek op. Dit zijn de NYX Soft Matte Lip Creams. Maar ik heb ook ergens een NYX Lip Lingerie liggen. Maar goed, daar kom ik straks bij. Dit is die. Ik zie hem toevallig net liggen bij mijn Colourpop Liquid Lipsticks. Die ik ook graag wil bewaren. Wat ik niet ga bewaren, dat zijn deze twee. Dit zijn de Fresh & Fit Awake Primer en Fresh & Fit Awake Foundation. Deze. Deze zijn dat. En die zijn dus eigenlijk voor een droge huid heel erg goed. Maar ik vond ze zelf niet heel erg geweldig werken. Ze zijn in principe prima, maar ik gebruik toch liever mijn Maybelline Fit Me Foundation. Dus deze kan ik liever aan een vriendin geven. Mocht je nou benieuwd zijn, er staat een review van op mijn blog. En mijn bloglink staat in de beschrijving. Dan heb ik hier ook nog een heleboel Primark en Elf lipsticks liggen. En Action lipsticks overigens ook. Die heb ik allemaal getest in video's. Ik zal ze hierboven even linken in de loop van deze video. Maar ik merk dat ik ze eigenlijk gewoon niet pak. Dus ik ga die er allemaal uithalen en weggooien. Een paar NYX, nog een paar Colourpop liquid lipsticks. Deze van Douglas is trouwens ook echt heel erg fijn. Hoe heet dit? Dit is een Heaven lipstick met soft matte effect. Zo ziet hij eruit. En hij heeft dus zo'n spons applicator. Dus heel erg boeiend. Je moet zeg maar hier aan de onderkant drukken en dan komt het er hierboven uit. Ik heb hem nog nooit laten zien op mijn YouTube kanaal. Maar ook hiervan staat een review online. Is echt een hele toffe kleur. Ik kan de kleur wel eventjes aan jullie laten zien. Zo, hij weerspiegelt nogal door de softbox. Maar het is echt een hele mooie kleur. Zeker lekker zomers, dus ik draag hem nu niet meer zoveel, maar ik ga hem zeker bewaren. Ook zie ik hier een aantal van mijn favoriete highlighters. Deze is van MAC, dit is Lightscapade en de Ofra Cosmetics Care Nikki Tutorials Glazed Donut Highlighter. En als het goed is heb ik hier zo ook nog mijn NARS highlighter. Oh nee, dit is mijn dubbele kitje en ik gebruik deze eerlijk gezegd niet zoveel. Maar ik ga hem niet weggooien, want ik vind hem wel heel erg mooi. Dus ik vind het zonde om hem weg te doen. Hier heb ik wel echt NARS Albatross. Deze gebruik ik echt op een dagelijkse basis. Zoals jullie ook konden zien in mijn daily make-up routine. En dan heb ik hier zo nog een oogschaduwpaletje met heel veel mooie kleurtjes. Deze kreeg ik van Joyce afgelopen jaar voor mijn verjaardag. Dat is een heel mooi highlighterpalet dat ik wil houden. De oogschaduwpalet is van I Heart Makeup, van die chocoladepalet. Dus vind ik heel erg fijn. Dus ook die wil ik houden. Daarvan heb ik er volgens mij 4. Maar ik kan eventjes de laatste niet... Ah, hier zo. Hij lag al vol in zicht. Die. Dan heb ik hier zo dit paletje van Catrice. Dit is het Catrice The Essential Nude Eyeshadow Palette. En hier zitten op zich hele mooie nude tinten in. Het is ook echt wel een mooi palet. Maar ik gebruik hem gewoon niet. Dus die ga ik wegdoen. Deze heb ik ook een first impression video van op mijn YouTube kanaal staan. Is heel erg gepigmenteerd.
Maar je kan ze dus wel gebruiken als oogschaduws. Maar ik gebruik gewoon niet zo vaak oogschaduw. Dus dan vind ik het zonde om deze te bewaren. Dus die gaat weg. En hetzelfde geldt eigenlijk voor deze paletjes van Makeup Academy. Want het zijn hele mooie paletjes. Maar dan vind ik die van iHeart Makeup eigenlijk beter werken. Dus deze twee gaan dan weg. Het zijn hele mooie nude tinten. Dit is Heaven and Earth. En dit is Undress Me Too. Dan heb ik hier de Essence poeder die echt kapot is. En ik heb ook nog een Catrice poeder. Dus dan hou ik die van Catrice en doe ik deze weg. Want het is gewoon niet praktisch in mijn stash. Hier heb ik de Colourpop Lippy Sticks in de kleur Lumière. En ik moet zeggen dat ik die echt al een hele tijd niet meer heb gedragen. Oeh, ik was de kleur alweer helemaal vergeten. Het is de bovenste kleur en ik vind hem wel heel erg mooi. Dus ik ga hem nog even een tweede kans geven en hem bewaren. Ook dit paletje met blauwtint bewaar ik. Want ik heb gewoon niet zo heel veel blauwtinten in mijn stash. Dit is het Golden Sugar palet. Heel erg mooi, maar ik gebruik hem echt letterlijk nooit. Dus ik ga hem toch wegdoen en aan een vriendin geven. Dan heb ik hier een paletje van Urban Decay. Een Naked paletje. Het is het Naked Basics palet. Zoals je ziet, deze kleur is echt heel veel gebruikt. Die gebruikte ik een tijd lang voor mijn wenkbrauwen. En deze highlighter gebruik ik ook echt heel veel. Dus deze ga ik bewaren. Het is echt een perfect nude palet. Dit contour palet van NYX gebruik ik echt op dagelijkse basis. Dus die bewaar ik zeker. En op het moment gebruik ik ook deze contourpoeder bronzer van Catrice. Is uit het assortiment. En helaas is de deksel hiervan kapot. Ik heb hem er echt op gedrukt. Dus ik ga hem er ook even niet afhalen. Maar deze gebruik ik dus ook op dagelijkse basis. Kon je ook zien in mijn daily make-up routine. Maar hij is dus kapot, maar hij is niet meer te koop. Dus ik ga hem wel bewaren. Heb je nog een Action lipstick. En nog een paar van Elf die weg kunnen. En ik zag net dit Blazy Automatic Lip Pencil. Die zat ooit in de beauty box. En het is echt een heel erg toffe kleur. Ik heb hem alleen nog nooit gedragen. Maar ja, ik wil hem nog wel een kans geven. Ik gebruik gewoon niet zo snel een lippotlood. Maar ik ga hem wel bewaren. En datzelfde geldt ook voor mijn Kiko lippotloodjes die ik hier zo zie liggen. Dit zijn namelijk echt hele fijne lippotloodjes. Vooral deze kleur is echt heel erg favoriet. Dat zie je ook wel in zijn lengte in verhouding met de andere. Dus deze ga ik bewaren. Dan heb ik hier twee hele mooie producten van Colourpop. Dit zijn Birthday Suit Blush en Flexitarian Highlighter. Maar die zijn een beetje een rare textuur. Een beetje van het half om half vloeibaar half... Ja, het is een soort crème textuur. Het is wel een mooie kleur, maar ik pak ze er dus echt nooit bij. Daar ging het dop. Dus ik denk dat ik ze toch liever aan iemand anders geef. Hetzelfde geldt ook voor deze highlighter die nu letterlijk uit elkaar valt. Oké, ik heb nu echt een glanzende vloer en dit is wat er nog over is van de highlighter. Ik zal hem nog eventjes laten zien. Hij is wel echt heel erg mooi. Oké, ik denk dat ik de highlighter nog even bewaar. Ondanks dat hij dus nu nog maar voor de helft is. En dan ga ik die wegdoen. Wat betreft blushes is deze van Caitlyn Jenner MAC collectie echt favoriet. Maar ook deze Blushing Heart in de kleur Candy Queen of Hearts. En deze ombre blush van NYX is ook echt een favoriet. Ik ben echt gek op blushes sparen. Ik vind ook het idee dat er in blushes veel meer afwisseling zit. Zo ook deze van Milani. Dit is Luminoso. Ik weet niet, ik draag eigenlijk bijna dagelijks dezelfde blush. Maar ik ben wel gek op blushes sparen omdat ze allemaal zo anders zijn. En zo verschillen van elkaar. Dus bewaar ze graag. Nou, dit is mijn dagelijkse mascara en een eyeliner die ik graag gebruik. Maar ik zie ook dat mijn oude mascara er nog in zit, dus die is gewoon op. Mijn dagelijkse primer en dagelijkse foundation ga ik natuurlijk bewaren. En hetzelfde geldt voor deze setting spray. Dan heb ik nog een aantal matte lip creams van Sleek. Dit zijn volgens mij Birthday Suit en Shabby Chic. Die ga ik bewaren. Nog zo'n favoriete blush is dit paletje van Kiko. Dit was van de Blush Cacao Shock. En het is gewoon niet eens meer leesbaar welke kleur dit is. Maar ik vond hem echt prachtig. Deze concealer van Catrice is gewoon zo goed als op. En deze twee paletjes van Ice Lips Face zijn een blush en een highlight palet. Die heb ik ooit gekregen van Ice Lips Face voor een review. Maar ik gebruik ze gewoon niet. Ze zijn wel heel mooi, dus daar maak ik iemand anders hopelijk blij mee. Deze pareltjes. Dit zijn dus van Douglas, eigen merk. En dit zijn dus highlight pareltjes. Dit zijn ze. Ik zal eventjes een swatch voor jullie maken. Even kijken hoor. Ik moet even kijken waar ik plek heb op mijn hand. Hier misschien.
deze swatch is het ook echt heel mooi. Ik pak ze niet zo snel erbij, omdat het dus echt pareltjes zijn. Maar ik ga ze zeker niet weg, want ik vind ze heel mooi. Dit zijn echter een sparkling body powder met echt zo'n puff ook. En die is van de Ethos kerstcollectie van vorig jaar. Heel erg mooi, maar ik gebruik dit gewoon niet. Dus ik ga iemand anders daar hopelijk ook weer blij mee maken. En dit palet ga ik ook zeker weten bewaren. Dit is het De Balm Manizer Sisters palet. Dit paletje van W7, het Hollywood Bronze & Glow palet, weet ik dat heel veel bloggers echt heel erg enthousiast over zijn. Is ook een mooi palette, maar ik gebruik hem gewoon niet. Dus ik denk dat ik hier wel iemand voor weet die hem heel graag wil hebben. Dit paletje van Sleek is echt favoriet. Er zit ook echt een paarse highlighter in. Heel erg mooi, dus die hou ik natuurlijk. En hetzelfde geldt voor deze limited edition. Deze is volgens mij van Catrice geweest. Ik weet niet meer of het een kerstcollectie was of iets dergelijks. Maar dit is een heel mooi oogschaduwpaletje. Echt tinten voor mij. Dus die ga ik bewaren. Dan heb ik hier mijn wenkbrauwproducten die ik dagelijks gebruik. Die bewaar ik natuurlijk. Ik heb hier een aantal eyeliners van NYX die ik graag gebruik. Net als het Jumbo Eye Pencil. Hier heb ik nog een product van Douglas. En dit is een duo eyeshadow en liner. Dus aan de ene kant heb je dan echt zo'n highlighting. En aan de andere kant zit een soort van oogpotloodje. Maar deze gebruik ik gewoon niet. Dus die gaat weg. En hetzelfde geldt voor deze primer van Starlook. Ik had hem ooit in de beautybox gekregen. Nog nooit gebruikt. Dus ja, ik denk dat ik gewoon iemand anders er blij mee wil maken. Dan heb ik hier nog een paar single oogschaduws. Gebruik ik gewoon niet. Eentje van Colourpop, eentje van Effect. Gaan allebei naar mijn vriendin toe. Hetzelfde geldt ook weer voor deze Lord & Barry Magic Brow Pencil. En deze Starlook Luxe Pen Eyeliner. Dan zie ik nog een aantal lipsticks liggen die ik gewoon heel erg graag gebruik. Van MAC, van Kiko, van Catrice. Deze is van Kate Moss Cure Rimmel. En ook deze lippotloden van Hema en van Catrice vind ik heel erg fijn. Volgens mij had ik er nog meer. Hier zo nog eentje. En nog een 2 limited editions van Catrice. Deze lipstick van Essence. Het is gewoon echt niet mijn kleur. Hij staat me echt totaal niet. Dus die gaat naar een vriendin. Dan heb ik hier nog een concealer van Essence. Hier zijn heel veel mensen enthousiast over. Maar dit is gewoon veel te licht voor mij. Dus die gaat ook weer weg. Deze lipstick is heel erg mooi. Maar is met de glanzend. Die is ook van de Douglas kerstcollectie van vorig jaar. Dat is ook echt wel een hele mooie sluiting. Kijk, hij gaat dus magnetisch dicht. En hoe je hem ook doet, hij komt altijd in dezelfde manier dicht. Echt heel erg tof. Heb ik hier nog 2 producten van Ice Lips Face die op zich heel erg fijn zijn, maar gewoon net niet mijn ding. Nog een paar backup concealers die zeker niet weggaan. Deze 2 highlighters zijn ook echt heel mooi. Deze is van Catrice. Ik weet niet of die nog in het assortiment zit. En deze is van Makeup Revolution. Dit is Golden Lights, de hele populaire highlighter dus. Deze highlighter van Makeup Academy echter is heel erg mooi, maar net te goud. Dit is Golden Scintillation, dus die gaat ook naar een vriendin toe. Dit kitje van Makeup Academy is heel erg mooi. Het is echt een, dit is een matte poeder en dan hieronder zit een glanzende highlight crème. Heel erg mooi, maar ik gebruik ze niet. Dus ook iemand weer blij mee hopen te maken. Ik heb hier een aantal lippenbalsems en dat soort dingen, dus die ga ik gewoon bewaren als voorraadje. Ik kan je er nooit genoeg van hebben. Dan heb ik nog een aantal oogschaduwpaletten. Als eerste deze van Freedom. En hier zitten echt bizar veel mooie tinten in. Het is echt een heel mooi palet. Pigment is ook heel goed. Dus ga ik bewaren. Hetzelfde geldt voor deze 2 van W7. Die bewaar ik echt al heel erg lang. Ik gebruik hem niet heel vaak. Omdat ik oogschaduw gewoon niet zo vaak gebruik. Maar ik ga het zeker weten nog gebruiken voor kerstlooks of speciale looks. Dus ik ga ze bewaren. En natuurlijk ook het chocoladepalet weer. Nog zo'n chocoladepaletje. En dit heeft een highlighter en een bronzer. Heel erg mooi, maar ik gebruik ze niet. Dus die gaan weg. Samen met deze blush play van Essence. En deze light and shadow blush van Catrice. Niet omdat ze niet mooi zijn, maar simpelweg omdat ik ze er nooit bij pak. En ik dat zonde vind van het product. Dat geldt ook voor dit palet van Catrice. Deze is redelijk nieuw in het assortiment. Heb ik ook nog getest dit jaar in een video. Dit is het Professional Makeup Techniques Face Palette. Redelijk duur voor Catrice. Volgens mij is die rond de 13 euro. Heel erg mooi is het palet zeker. Maar ik gebruik hem gewoon niet genoeg. Dus dan maak ik er liever iemand anders blij mee. Dan heb ik hier nog een oogschaduwbasis, een gouden eyeliner en een groen oogpotloodje dat ik graag bewaar. Hier nog een backup van een Ethos primer. Een Sleek palette. Het Garden of Eden palet is volgens mij. Ja.
deze. Hele mooie groentinten. En die heb ik niet echt in andere paletten zitten. Dus bewaar ik ook graag. Net als dit Neon Nights palet. Want die is gewoon heel erg mooi. En ja, dat soort tinten heb ik gewoon niet in andere paletten zitten. Dan heb ik hier nog een Revolution Skin Kiss highlighter. Echt een huge highlighter als je dit vergelijkt met mijn hand. Ik heb hiervan, dit is de Golden Kiss highlighter. Ik had ook de Peach Kiss. Die heb ik al eerder weggedaan omdat ik hem niet zo mooi vond. Maar deze bewaar ik graag. En hetzelfde geldt ook voor dit paletje van een limited edition van Catrice. Dan is dit uiteindelijk wat er allemaal weggaat. Het is misschien niet extreem veel als je vergelijkt met de hoop daar zo die ik allemaal hou. Maar ik denk dat ik hier wel vriendinnen echt heel erg blij mee kan gaan maken. En ik gebruik de producten gewoon niet. Dus ja, zo gaan ze weer naar een beter huisje. Ik sta nu bij mijn Alex-kast en ik zal even snel de lades laten zien. Ik heb in principe 4 lades voor mijn make-up. En die zien er nu weer echt een heel erg stuk beter uit in mijn ogen in ieder geval. Zo, en ik zal jullie nu nog zoals beloofd even een paar favoriete producten laten zien. Ik laat niet alles zien, aangezien ik een, ja dan wordt deze video veel te lang. En ik wil nog een favoriete van het jaar video maken waarin ik alles echt uitgebreid ga laten zien. Maar goed, ik heb hier achter nepwimpers liggen. Favoriete foundation is de Fit Me. Dit is mijn favoriete primer. Qua wenkbrauwen Anastasia. En qua concealer deze van Collection. Favoriete mascara en eyeliner. Poeder, fixing spray. Qua highlighters zijn het NARS Albatross, Glazed Donut en Lightscape Plate mijn favoriete. Dit is dus mijn favoriete blush. Op het moment gebruik ik deze contour en bronspoeder zeg maar vaak. Maar ik gebruik ook heel vaak deze van NYX en dan gebruik ik deze poeder. Verder gebruik ik ook graag dit highlight paletje. En deze highlighters uit het Sleek paletje. En qua lipsticks gebruik ik voornamelijk heel graag mijn MAC lipsticks en mijn NYX Soft Matte Lip Creams. Favoriet is toch echt wel Velvet Teddy en kan van de NYX Liquid Lipsticks. En dan de laatste lade, daarvan zijn mijn favoriete paletten. Deze van Makeup Revolution, die van Urban Decay is van de Gwen Stefani lijn en natuurlijk het Naked Basics palet. En de rest van de paletten, dus vooral deze oogschaduwpaletten van iHeart Makeup zijn heel erg favoriet. Maar oogschaduw gebruik ik niet zo heel vaak. Dus echt extreme favorieten heb ik hierin niet. Dat was dan weer de video. Het was de bedoeling van me met dit opruimen eigenlijk om alles een beetje netjes weer in de lades te laten passen. Niet om echt extreem veel weg te doen. En dat is gewoon gelukt. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Alles past weer gewoon prima in mijn IKEA Alex kast. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je trouwens nog niet geabonneerd zijn, doe het hieronder nog snel eventjes, want dan mis je geen enkele video meer van mij. En dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!